Wired en dat gooit hij ook. En dus staat hij 7-3 voor tegen Mark Webster. En dat betekent ook dat hij gewoon 5 legs op rij wint. Het stond 3-2 voor Webster en we boem, 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 boem. Ja. Dan is in één keer de partij over. Ja, hij is scherp, Michael. Dat zie je op een gegeven moment. Dan komt hij los, wordt hij warm en dan denkt hij van nou, daar gaan we. En dan gaan we eens kijken wat de tegenstander. Nou, dan kunnen ze gewoon niet bijblijven. Dat is heel simpel. Eigenlijk is dit wat je stiekem hoopt, dat je ook wel verwacht, namelijk dat het even aftasten is en dat dan het gas erop gaat. En dan gebeurt het ook gewoon bijna iedere keer. Ja, maar je zag ook vandaag, vanmiddag ook, weet je, hij is echt wel in een goede lijn. Hij zit in die groove om goed te gaan spelen, lekker te knallen. En dat komt er dan ook echt goed uit. Ja, top hoor. Want hij is, als je het zo bekijkt, nu wel echt richting titel? Of gaat dat nog heel... Is nou, dat nog heel ver. We hebben Van Barneveld en Lewis. Hij is toch degene die verreweg het best presteert op dit moment van alle mannen die we gezien hebben? Nou ja, goed, we hebben dan weten... Hij is ook de nummer 1 van de wereld. Wat mag je wel wat doen? Ja, maar de andere... Er is niemand die nu ook op de deur klopt, zou ik maar zeggen. Nee, oké. Toch? Wie zouden we nu... De mannen die we misschien verwachten, Wade, hadden we misschien... Die wedstrijd die na wil ik nog wel even zien. Van Barneveld, Lewis. Ja. Dat zijn twee jongens. Kijk, nu kan Lewis gewoon doen wat hij moet doen. Die weet wat hij aan Van Barneveld heeft. En dan gaan we misschien wel een hele soepele Lewis straks zien. Weet je, en als Van Barneveld ook zijn niveau vasthoudt, die wint toch ook al die 5 wedstrijden, hoor? 4, 5 wedstrijden. Ja, maar de enige die het op papier bij zou papier kunnen is houden is Lewis. Is echt Lewis. Ja. Dat zou de enige zijn. Taylor natuurlijk is er goed voor, ja, maar is die is er niet. Nee. Dus, kijk, wij volgen en Peter Wright misschien nog? Nee, ook niet. Nee, die heeft het scoringsvermogen niet. En niet de souplesse, niet de natuurlijke aanleg van worp. De enige twee momenteel, en dan hebben wij de mazzel als Nederlanders zijn, dat Michael gewoon de nummer 1 van de wereld is. En dat wat je hier ook ziet is ook subliem. Dat moet je ook gewoon beamen, van dit is de top, de crème de la crème, beter zijn daar niet. Dus we moeten gewoon blij zijn dat het momenteel zo gaat met Michael. Is voor Michael wel belangrijk dit toernooi? In de zin van dat hij natuurlijk in de Premier League een wedstrijdje verloor. En een wedstrijdje gelijk speelde. Dat natuurlijk een beetje een vervelende manier. Tegen Lewis afgelopen donderdag. 6-3 voor, wordt nog 6-6. Is dat nu ook nog een soort van, toch nog even laten zien aan de wereld van... Hey, hij wil elke wedstrijd winnen. Al gooit hij competitieniveau, vierde divisie bij spreken, wil hij nog iedereen slopen en killen en afmaken. Het liefst met 9-0. Dat is zijn insteek. Dat is die agressie die jongen in zich heeft. Daarom is hij juist zo goed. Omdat hij voor elk puntje vecht. En waar we het ook over hebben net, wij zitten op scherm 2, zitten we dan nog de livescores te volgen van dat andere podium. Ja, daar is ook niemand die in de buurt komt van wat hij hier staat te doen. Dus straks even de volgende wedstrijd nog kijken, als hij klaar is over een paar minuten. En dan eens kijken wat die Lewis of die Van Barneveld ervan bakt. Ja, want je ziet ook, zoals net, dan gooit hij die laatste lek uit. En dan is hij gewoon echt ook weer zo blij. Ja, maar dat is ook zijn beleving. Hij zit zo in zo'n klein wereldje. Dat is ook zijn kracht. Want hij kan zich daardoor heel makkelijk afzonderen. En heel makkelijk met zijn spelletje bezig zijn. Hij heeft voor de rest geen randgebeuren, geen ruis of wat dan ook. Hij is alleen maar met dat darten bezig. En dat is natuurlijk knap. Hij laat zich ook heel goed dragen door een zaal. Hè? Want nu zie je dat die zaal echt vol zit. En wat vanmiddag niet het geval was, toen was hij ook een stuk minder dan vanavond. En hij wil zich dan ook echt profileren, dan die zaal laten zien. Weet je, al die groene shirtjes. Maar het is natuurlijk ook gaaf als je je hobby uit kan oefenen, je geld ermee kan verdienen. En mensen zijn helemaal gek van je. Ja, maar hij zit in die luxe positie. Als je weinig wint, dan is dat niet leuk. Dan is het toch hartstikke knap als je dat voor elkaar krijgt. Dus ik heb alleen maar respect voor hem als hij zo speelt op dat moment. En in zo'n concentratiecirkel kan zitten, zo'n trance. Dat is alleen maar heel knap. En dat hij daar het publiek bij gebruikt. Ja, so what? Hij is ook de meest populaire speler volgens mij op dit moment, hè, in Engeland. Peter Wright heeft natuurlijk ook wel wat met kleurtjes. Ja, maar hij was mateloos populair, is hij wel. Maar ook Van Barneveld heeft nog steeds alle mensen in Engeland achter zich staan, hoor. Dus wat dat betreft zijn er wel meer, maar hij is wel een hele korte tijd. Als je ziet, qua shirtverkoop is hij absoluut de nummer 1. Ja, dat zegt toch iets over de populariteit? Ja, dat ben ik absoluut met je eens. Maar er zijn nog wel meer, zoals je niet zegt. Maar ik vind het wel mooi dat iemand die toch in het Engelse dartsbol werkt, een Nederlander, die dan de meest populaire man wordt. En dat is ook juist wel het goede aan Engeland, vind ik. Daar is de mentaliteit compleet anders. Wij zijn in Nederland snel geneigd om mensen af te schrijven als het wat minder gaat. Nou, wat je wil, laat allemaal maar. Daar ben je altijd een held voor altijd. Hij is een held en hij zal nooit meer stuk kunnen daar. Nee, want die populariteit die gaan we voorlopig nog wel even aanhouden, denk ik, hè? Nou, wat hopen. Het is hartstikke leuk om naar te kijken en om hem zo te zien gooien, natuurlijk. Deze jongen gaan we voorlopig nog heel veel plezier beleven. Heel lang, ja, dat wel. Maar er zijn ook nog andere jonge jongens momenteel die doorkomen, waarvan we denken, nou, wordt hij het wel, wordt hij het niet. En dan als ze door zouden kunnen dringen. Een paar Engelse speeltjes komen door. Ja, daar zitten echt wel goede jongens tussen. Marco van Gerwen, hij leidt met 7-3. Hij heeft nog 2 legs nodig en dan staat ook hij bij de beste 8. Kijken of dat lukt. Ja, en zo lang duurt dat niet meer, dus moet er wel doorgedronken worden.
van Gerber. Ziet Webster beginnen aan de 11e leg. Van Gerber heeft de laatste 5 allemaal gewonnen. Van het vorige stuk van de partij. Dan had Webster dus dat eerste gedeelte met 3-2 won. Niet alleen heeft Van Gerber de laatste 5 legs gewonnen. Hij heeft ook nog eens 7 van de laatste 8 gewonnen. En op een gegeven moment, dan ben je geneigd te zeggen, het is gewoon niet eerlijk meer. Nee, maar ik kan me ook nog herinneren, een maand of 5 geleden. Toen kregen we heel veel tweets en heel veel mailtjes binnen. Van joh, stuur er, zend dat WK maar niet meer uit. Zend die Players Championship Finals maar niet meer uit. Taylor is toch onverslaanbaar, die wint het met 2 vingers in zijn neus. Het kan dus ook wel heel snel omslaan, hè? Dat was ook niet eerlijk. Precies. Maar ja, er is er altijd één de beste. En op dit moment, boven in de boom, zit een groene aap. En die is de beste. Laat het er maar niet horen. Wacht, ik ga gelijk even tweeten. 64% op de dubbels. Ja, als je dat dan optelt bij het scorende vermogen dat hij heeft. Ja, dat is ongelooflijk. En dat is mooi, hè. Je zit, ik had het na het WK, dan zit je 2 weken lang of 3 weken lang naar een WK te kijken. En dan zie je Van Gerwen gooien, dan denk ik zo, dat is makkelijk. En dan kom ik zelf weer eens op dinsdagavond binnen in mijn lokale drinkgelegenheid om mijn eigen competitiewedstrijd te gooien. En dan denk ik, het is, ik heb het gezien, ik heb er toch naar zitten kijken 21 dagen. Dan blijkt het toch weer lastig te zijn. ...70 voor Gerber om er 8-3 van te maken. En via dubbel 16. Jawel, geen enkel probleem, nee. Vanavond in ieder geval niet te stoppen van Gerber. De sloopkogel. De kale sloopkogel. Nou, ik wil hem niet te veel beledigen meer nu. De kale sloopkogel kon hij nog wel mee leven, naar mijn idee. En dan heeft hij nog 1 leg nodig van Gerber. En dan is ook Mark Webster weer gedeclasseerd. En dan weet hij ook hoe James Hubbard zich gevoeld heeft. En uiteindelijk ook Andy Hamilton. Van Gerwen speelt over het algemeen met zijn tegenstanders. Heden ten dagen. 91. Nou, even in stijl afmaken dan maar. Ja, doe maar. 139. Dat lukt dan niet. Ja, en als je zo ver achter staat, dan kan je in theorie wel uit vanaf 170. Maar wat haalt het nog aan? 21. De misrekening van Gerwen. Nou ja, geen misrekening in letterlijke zin. Hoeveel geloven het Webster nog dat hij er nog een dubbel in krijgt? Dat hij Van Gerwen zelfs kan breken. Dat kan hij. En zolang Mark Webster aan de Okkie mag verschijnen, maakt hij nog kans op de kwartfinales. Het is niet over tot de dikke dame zingt. Ze staat al wel de keel te schrapen. Ondertussen, want we moeten het andere bord natuurlijk ook niet helemaal vergeten. Lijkt het daar ook wel min of meer beslist te zijn. Kevin Painter staat daar 7-3 voor tegen Dean Winstanley. 59. De beide mannen gooien ook geen grootse partijen. Daar worden veel dubbels gemist. Veel slordige legs zitten ertussen. Maar Painter is wel duidelijk de sterkste, dat moet ook gezegd worden.
Met alle ervaring moet hij dat dus ook wel over de finishlijn kunnen trekken. 90. When I ran out of frozen. Ja, we hadden het, Jacques, over al die vreselijke nederlagen die Webster leed in de Premier League in 2011. 16. En die zijn carrière absoluut geen goed gedaan hebben. Ja. Hij had nog wel aan het einde van dat jaar een kleine opleving, hoor. Maar toch merkte hij aan alles dat die Premier League heeft al lang ingezeten. Ja, goed, hij staat nu natuurlijk ook weer tegen een Premier League speler te spelen. Al doet hij dan zelf deze keer niet mee aan dat toernooi. Maar tot nu toe is hij in ieder geval sinds 3-2 van slagen kansloos. Het enige wat hij kan doen, Webster, is gewoon blijven spelen. De competitie blijven zoeken. En er is altijd een kans dat het wel weer goed komt. Het talent zit er namelijk in bij Webster. En hij is ook nog heel jong. Ja, hij is pas 30. Dus hij heeft echt nog wel de tijd. Maar het is zo moeilijk om het in je hoofd weer op het juiste spoor te krijgen. Dat is gewoon heel erg lastig. Gefrustreerd is hij wel, dat bleek wel zojuist. Bullseye 15 en bullseye voor Van Gerwen. Nou, wat scheelt het? 90. Mark, you require 180. De laatste bel voor Webster. Bullseye voor hem ook. Hij zit er nog een stukje verder vanaf. Mark, we require 25. 9. Dubbel 8. Leidt tot 0. En Michael van Gerwen heeft het afgemaakt zoals wij al enige tijd verwachten tegen Mark Webster.